Rick ten Voorde, ik kan mij een moment met jou herinneren in Spanje, waarbij je bij mij aangaf, het liep niet zoals ik het gewild had. Het liep niet helemaal lekker. Nu, na een verhuurperiode aan Waalwijk, RKC, hoe was die periode? Ik denk dat ik weet welk moment jij nog bedoelde, want dat was dat ik het trainingskamp slecht begon en in principe ook slecht beëindigde. Dat was inderdaad niet zoals ik gewild had, alleen de verhuurperiode naar RKC, dat is naar mijn idee gewoon goed verlopen. En na één keer een blessureleed achter de rug te hebben, toch goed verlopen denk ik, met 10 goals. Ja, want je begon daar ijzersterk, hè? Tenminste, veel doelpunten al meteen. Had het ook te maken met de manier van spelen daar, ten opzichte van NEC, Rick? Nou, dat weet ik niet. Ik had er gewoon veel zin in en ik wou hem ook gewoon bewijzen in de Eredivisie. Want naar mijn idee dacht ik wel dat het gewoon kon, dat ik het aankon. En dat heb ik naar achteraf misschien wel redelijk bewezen. Naar mijn idee. Ik weet natuurlijk niet hoe anderen erin staan. Alleen het begon heel goed. Voor de winterstop hadden we even een dipje. Niet alleen ik, maar de rest ook. We hadden weinig punten. Maar na de winterstop wonnen we bijna elke wedstrijd weer. En toen bleven we sterk in het linkerrijtje staan. Samen met uiteindelijk jullie. Ja, ze zeggen... Dat klopt. Hè? Je zei het precies goed, want bij RKC wordt wel vaak gezegd, het is een ploeg die lekker vrijuit kan voetballen en daardoor de druk nog niet zo heel hoog ligt, maar toch wel weer gewoon een linkerrijtje rijden. Ja, in het begin ben ik daar ook mee eens, in het begin van zo'n seizoen. Alleen op den duur krijgen de tegenstanders je ook door en die krijg je ook in de gaten wat nou de tactiek is, hoe we spelen en individuele kwaliteiten. En vervolgens is er geen sprake meer van onderschatting, maar kon je gewoon zien dat wij ook tegenstanders gewoon goed konden hebben. En dat bleek in de puntendeling te zien. Ja, toch allebei die play-offs in. Helaas niet tegen elkaar, NEC en RKC. Maar al met al kijken gewoon terug, zowel met RKC Waalwijk als persoonlijk op een goed seizoen, denk ik. Ja, zeker. Nee, daar ben ik volkomen mee eens. Nu bij NEC. Er zijn natuurlijk wat gesprekken geweest tussen jou en de technische staf bij NEC. Van goed, Rick, dit en dat. Kun je daar iets over kwijt? Van wat wordt er dan met elkaar gezegd tegen elkaar? Nou, daar zijn vaak algemene gesprekken van. Ik heb één gesprek gehad. En dat was met Carlos en de trainer. En er waren gewoon algemene gesprekken waar het op uitkwam. Over hoe ik gepresteerd had en dat soort dingen. Dus dat was verder niet veel bijzonders. Waren ze wel tevreden over jou? Gewoon wat ze gezien hadden bij RKC? Uiteindelijk hadden ze het volgens mij niet helemaal verwacht. Dus ik denk wel dat ze redelijk tevreden zijn. Wat denk jij nu bij NEC een nieuwe start te kunnen maken? Zie je dat ook zo als een nieuwe start? Of zeg je van ik ga gewoon door waar ik met RKC geëindigd ben? Ik hoop door te gaan waar ik met RKC ben geëindigd. Ik denk dat wel een mooi iets is. Yvan de Snow, die is ook natuurlijk bij jou bekend. Heb je dan voor gesproken over NEC met hem van deze club? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is volkomen zijn eigen keuze geweest. Want ik heb het niet met hem over gehad. Ik had het op een gegeven moment wel redelijk in de gaten. Maar persoonlijk heb ik niet daarover met hem gesproken, nee. Is het een jongen die ook voor jouw ontwikkeling belangrijk is geweest in die periode bij RKC? Zeg je van, dat is echt een jongen waar je iets aan hebt op het middenveld? Ja, je hebt zeker iets aan die jongen op het middenveld. Het is een sterk en explosieve jongen. Met name heel sterk. En iemand die altijd wil gaan. En je probeert je als jonge speler aan zo'n iemand op te trekken. En ik denk dat het aardig gelukt is. Nu jij nog. Komt helemaal goed, hè? Komt helemaal goed. Rick, succes. Fijn dat je weer terug bent. Dankjewel.